staan hier bij de Kaasmarkt op 2 oktober, het begin van de Taptoe. De optocht waarbij de ene helft van Leiden kijkt naar de andere helft van Leiden. En het is echt 2 oktober weer, het regent, de kinderen hebben allemaal plastic omgedaan, maar ze hebben er reuze veel zin in. Heb je het gemist vorig jaar? Ja, wel een beetje. En nou regent het, dat is wel een beetje jammer, hè? Ja, wel een beetje jammer. Samen op de fiets naar de tap toe. Zeker, ja, wij zitten hier fijn, ik wou zeggen hoog en droog, maar dat valt een beetje tegen. Maar verder is het prima, we vormen hier een gelegenheidsduo vanavond. We gaan dapper door. Het is enig. Het is zo leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ik vind het zo leuk dat we eindelijk weer mogen lopen en alles. Oh, die kinderen erbij, allemaal lampjes. De Skimura nu weer vooraan. Hadden ze geen bezwaar van al die kinderen? Ze zeiden, joh, het regent, juf. Nee joh, we zijn niet van suiker gemaakt. We zijn op judo. Dus we komen er lekker doorheen met al die kinderen. Hoe is de tap toe? Heel goed! Heel leuk! Alleen moesten heel lang wachten. Ja, echt heel lang. Vind je het leuk om dan te regenen? Ja, 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 wij zijn Roomburg, wij strijden. Wij zijn Roomburg. En dan elk jaar naar de tap toe? Ik ben hier geen jaren geweest, maar nu weer een keertje. Je dacht, het is nou zo goed weer? Precies. Het is een feestje. Ieder jaar weer, toch? Ja, het is maar water. Had je niet liever meegelopen? Nou, in dit weer niet. Ik ga ieder jaar naar de tap toe. hij is toch wel weer... Nou, het is toch fantastisch. Je hebt toch iedereen het idee in dat de zon hardcore gewoon nog blijft komen. Zeker. De bezoekers en alle verenigingsleden. Dat is geweldig. Jullie ook de wind en de regen getrotseerd om de tap toe te bekijken? Natuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus, Nog speciale vereniging of club waar je naar uitkijkt? Een vriend van me die loopt mee in een voetbalvereniging uit Leiden, maar ik weet niet precies welke. Hou je nog een beetje vol? Ja. Het lijkt alsof we net uit de zwembad zijn gekomen. Hoe gaat het op zo'n eenwieler? Oh, goed. Heel leuk. Heb je heel erg moeten oefenen daarvoor? Nee, want ze doen het sowieso al. Maar je moet wel elke week echt wel goed oefenen en zo. Is het niet moeilijk zo in de regen? Nou, het valt eigenlijk wel mee als je goed aangekleed bent.